Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Angelique van der Linden met Gros Mansin. Een bijzondere wijn uit Zuidwest-Frankrijk, Gascogne om precies te zijn. Domaine Cassagnol is de naam van het huis. De wijnmaker Gilles Bouwman heeft jarenlang Armagnac geproduceerd. De Gascogne is ook de Armagnac-streek. Armagnac is in feite een soort gelijk product als cognac. Maar dan in een andere streek gelegen. Helaas is de vraag naar Armagnac al jarenlang dalende. En wat het gevolg is, ja, die man zit met druiven en houdt ze over. En hij heeft uiteindelijk eieren voor zijn geld gekozen. En heeft besloten om van de druiven die hij voor de Armagnac gebruikte, de Gros Mansin, om daar witte wijn van te gaan maken. En daar is hij uitstekend in geslaagd. Het is een koel klimaatgebied, de Gascogne, en dat vind je ook eigenlijk altijd terug in de wijn. Je ziet dat de kleur bleekgeel is. En in de geur ruik je ook dat hele frisse, het citrusachtige. En dat proef je eigenlijk ook in de smaak goed terug. Dus het frisse, het knisperend frisse, dat komt gelijk terug in de wijn. Maar daarnaast heeft hij ook iets aparts wat heel moeilijk te omschrijven is. Maar wat heel goed combineert met veel verschillende gerechten. Het is een wijn die je goed voor alle dag kunt drinken. Maar door dat aparte in de smaak kun je hem goed combineren. Hij gaat bijvoorbeeld heel goed met asperges. Uiteraard ook met Indische gerechten. Want die hebben vaak een wijn nodig die net eventjes wat aparter is. En de ervaring leert dat deze wijn zich als een chameleon eigenlijk voegt naar heel veel gerechten. Wat ik al zei, de wijn is knisperend fris. Is eigenlijk het lekkerste het eerste jaar na de oogst. Dus ik zou zeggen, niet wegleggen, maar gelijk opdrinken in het jaar daarop volgend. Proost.